Oh, daar is het. Kijk dan toch. Het is gewoon een kas. Wauw. En wat een uitzicht. Jongen. En hier moet ik dan... Ja, hier ga je gewoon in. Wauw. Kijk dan. Nou, één met de natuur. En dan dit uitzicht. Jongen, jongen. Kijk dan. Dit is eigenlijk stroom. Dit is dus mijn onderkomen voor deze nacht. Een zogeheten 72-uurscabin. Een hut. Bedacht om mensen in 72 uur tijd volledig te laten ontstressen. TV en internet hebben ze hier niet. Alles is ingericht om de bewoners spiritueel dichter bij Moeder Aarde te laten komen. Heel benieuwd of dit ook werkt bij een nuchtere Hollander zoals ik. Ik word nu al rustig. Je hoort het kabbelen van het water. Ik snap het wel hoor. Ik snap wel dat het... Dat het iets met je doet, dat het je helemaal terug bent tot de essentie van jezelf. Maar ik weet niet of het zou de natuur zijn of zou het het feit zijn dat je alleen bent. De Zweden scoren hoog als het gaat om kwaliteit van leven. Er wordt gezegd dat dat komt omdat ze zo dicht bij de natuur staan.